Goedemiddag, dit is het NOS-journaal in makkelijke taal en ik ben Simone Wijmans. In dit journaal laten we zien dat er veel ontploffingen zijn dit jaar. Het gaat over salarissen. Vrouwen krijgen minder geld dan mannen voor hetzelfde werk. En we vertellen dat er met een loterij veel geld is ingezameld voor verenigingen en clubs. In Nederland zijn steeds meer aanslagen met een explosief. Dat is een ontploffing door bijvoorbeeld zwaar vuurwerk. De politie verwacht dat het aantal ontploffingen dit jaar boven de 1000 uitkomt. Het aantal explosies bij huizen, auto's en bedrijven blijft stijgen. 3 jaar geleden waren er 200 ontploffingen en dit jaar dus waarschijnlijk meer dan 1000. Vaak zijn de explosies in de nacht en zorgen ze voor veel schade. Deze week waren er aanslagen in Rotterdam, Den Haag, Rijswijk, Barendrecht en Lelystad. In Rotterdam werd de voorkant van een flatgebouw eruit geblazen. En in Rijswijk liepen agenten gehoorschade op door een explosie. Veel van de aanslagen hebben te maken met ruzies. De politie dacht eerst dat de meeste ontploffingen te maken hadden met ruzies tussen criminelen. Maar uit onderzoek blijkt dat het in meer dan de helft van de gevallen gaat om burenruzies of ruzies tussen ex-partners. Deze politieman vertelt dat mensen steeds vaker vuurwerk gebruiken bij ruzies. Nou, wat we gezien hebben is dat het ook voorkomt in de criminele circuit, maar dat in meer van de helft van de gevallen er sprake is van relationele conflicten of zakelijke conflicten. Mensen hebben ergens ruzie over en die willen dat dan oplossen door te intimideren met zo'n explosief. Dat is dus om elkaar bang te maken. De politie verwacht niet dat het aantal aanslagen met zwaar vuurwerk snel zal dalen. Zwaar vuurwerk, zoals cobra's, zijn wel verboden hier in Nederland. Maar dat vuurwerk is nog wel makkelijk te krijgen in het buitenland. Sommige Nederlanders kopen het daar. En de politie wil daarom dat er in heel Europa een verbod komt op zwaar vuurwerk. Mensen noemen dit vuurwerk, maar wij noemen dit explosieven. Deze cobra's die zijn zo gevaarlijk, die hebben de kracht van een handgranaat. En we zien dus ook dat veel van onze collega's gewond raken. En naast politieagenten raken er meer mensen gewond. Dit jaar waren het er al 60. En dit jaar is er ook iemand om het leven gekomen door een ontploffing. En dat kwam door zijn eigen explosief. U kijkt naar het NOS-journaal in makkelijke taal. We gaan verder met ongelijke salarissen. Vrouwen verdienen vaak minder dan mannen, ook al doen ze precies hetzelfde werk. Daar wordt vandaag aandacht voor gevraagd. Stel, een man en een vrouw doen hetzelfde werk. De vrouw krijgt daarvoor 18.000 euro per jaar. De man krijgt 20.000 per jaar. Dat is dus 2.000 euro meer. Als mannen meer verdienen dan vrouwen voor hetzelfde werk, dan heet dat een loonkloof. Een organisatie die opkomt voor werknemers voert nu actie tegen dit probleem. Het maakt niet uit waar je werkt, of het nou in de techniek is of in kinderopvang, in de zorg, onderwijs. Die loonkloof is overal. En als je het aankaart, dan word je weggehoond, word je niet serieus genomen. Deze loonkloof komt dus voor bij verschillende beroepen. En het maakt dan niet uit wat voor werk iemand doet. Ook een vrouwelijke rechter verdient minder dan haar mannelijke collega. Een rechter vertelt daarover. Dat is ook in de rechtspraak zo. In de rechtspraak is het zo dat er veel vrouwelijke collega's zijn die minder verdienen dan mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doen. Het kan oplopen tot honderden euro's per maand. En ja, wat doet dat met u als u dat dan, ja, daaraan denkt, dat dat verschil er is? Ik word daar eigenlijk gewoon echt heel erg boos van. De organisatie die opkomt voor werknemers vindt dat werkgevers beter hun best moeten doen. Zij moeten ervoor zorgen dat mannen en vrouwen hetzelfde gaan verdienen. Ja, misschien heeft u ze ook aan de deur gehad. Kinderen die loodjes verkopen voor een loterij. Het geld van de verkoop van die loodjes gaat naar de vereniging waar de kinderen lid van zijn. Vaak zijn dat sportverenigingen, de scouting of de muziekvereniging. En deze inzameling wordt de grote clubactie genoemd.
Bij de actie gaan kinderen op pad om loodjes te verkopen voor een loterij. Dat doen de kinderen om geld in te zamelen voor de vereniging waar ze lid van zijn. Deze kinderen doen dat voor een rugbyclub. Ze bellen aan bij mensen in hun woonplaats. Aan de deur vragen ze of mensen een lot willen kopen. De opbrengst van de loten gaat dan voor het grootste deel naar de vereniging waar de kinderen lid van zijn. Hey, veel plezier. Doei. En met de grote clubactie is dit jaar bijna 21 miljoen euro opgehaald. En dat is een record. Nooit eerder werd met deze actie zoveel geld opgehaald voor de verenigingen in Nederland. Aan de grote clubactie deden dit jaar meer dan 6.000 verenigingen mee. 375.000 verkopers gingen op pad. En het waren vooral kinderen. En die haalden per vereniging gemiddeld bijna 3.000 euro op. Veel clubs zijn blij met het extra geld dat ze krijgen via de actie. De clubs mogen zelf weten waar ze het geld aan uitgeven. Het wordt vaak gebruikt voor extra's, zoals nieuwe spullen, het onderhoud van gebouwen of het vieren van een jubileum. Dat is ook bij deze rugbyvereniging zo. Er worden heel veel leuke dingen georganiseerd die zeker de jeugd merkt. Bijvoorbeeld een leuk jeugdkamp, nieuwe trainingsmaterialen of er wordt een clinic georganiseerd of een toernooi zoals hier. Mensen die een lot in de actie kochten, weten volgende week of ze iets gewonnen hebben. Want dan wordt de uitslag van de loterij bekendgemaakt. En dan krijgt u nog het weer. Vanavond is het bewolkt, het blijft droog en het is 8 tot 10 graden. Morgen is het ook bewolkt en dan blijft het ook weer droog en het wordt dan 10 tot 13 graden. In dit journaal vertelden we dat er veel ontploffingen zijn dit jaar. Vaak komen die door ruzies. Het ging over salarissen. Mannen krijgen meer geld dan vrouwen voor hetzelfde werk. En we lieten zien dat verenigingen blij zijn met het extra geld van een loterij. Dat was het voor nu. Morgen is er natuurlijk weer een NOS-journaal in makkelijke taal. Tot dan.